Het 1 Twente nieuws van donderdag 28 februari. Bouwvakkers willen niet langer doorwerken en Twente maakt zich klaar voor carnaval. Ik ben geboren Limburger, dus het zit me in mijn bloed. Goedenavond. Oldenzaal kan dit weekend gewoon carnaval vieren. Er zijn geen aanwijzingen dat de terreurverdachte die is aangehouden in de Lutte uit was op een aanslag tijdens het Oldenzaals carnaval. Dat laat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid weten. Ook volgens burgemeester Patrick Welman zijn er geen extra veiligheidsmaatregelen nodig in Oldenzaal. Zometeen meer nieuws over het carnaval in Twente. Minister Arie Slob van Onderwijs moet Kamervragen beantwoorden over het mogelijk vertrek van SLO uit Enschede. De directie van dit expertisecentrum voor het onderwijs wil het hoofdkantoor verhuizen uit Enschede naar een centralere plek in het land. En daar stelt CDA-Kamerlid Michel Roch nu vragen over. Het expertisecentrum is volgens hem namelijk belangrijk voor de werkgelegenheid in Twente. 4 jaar geleden wilde de SLO ook al weg uit Enschede, maar daar stak toenmalig minister Jet Bussemaker een stokje voor. Vanaf morgen hanteert de regiotaxi in Twente nieuwe ritprijzen die eerlijker moeten zijn. In het oude stelsel betaalden gebruikers een bedrag per zone, voortaan is dat per gereden kilometer. Vooral voor gebruikers die aan de rand van een zone wonen, scheelt dit in de kosten op de korte ritten. Vakbond FNV hield vanmiddag een korte actie in het centrum van Almelo. Bouwvakkers die in het centrum van de stad aan het werk zijn, kwamen af op de bijeenkomst. Met name beroepsgroepen met fysiek zwaar werk zouden boos zijn op de plannen van het kabinet om mensen langer door te laten werken. FNV wilde met de actie van vanmiddag mensen oproepen om op maandag 18 maart mee te doen aan een landelijke actiedag onder de noemer "Een goed pensioen is een kwestie van fatsoen". Carnaval staat weer voor de deur en natuurlijk ook in Twente. Het feest barst dit weekend los in diverse steden en dorpen in de regio, maar niet iedereen houdt van het feest. In Hengelo gingen we de straat op zoek naar carnavalsvierders. U houdt van carnaval? Ik ben geboren Limburger, dus het zit me in mijn bloed. En wat vindt u er zo leuk aan? Dat je even een paar dagen niet aan hoeft te passen aan de maatschappij. Omdat je je eigen gang kunt gaan zonder ermee gek aan doen. Vier jezelf voor carnaval dan? Ja. Ja? En ga je nog verkleed dan? Ja, zo even bij jou. Net ook nog gekocht? Ja. Ik vind het wel leuk om te vieren, maar ik vier het eigenlijk niet. Nee? Je hebt het wel eens gevierd dan of helemaal niet? Nee, ook niet. Nee? Ik vind het wel een leuk principe. Er wordt overal heel veel gedronken door iedereen en er is gewoon veel overlast van. Ik snap dat het leuk is, maar zoals het uitpakt vind ik niet helemaal leuk. U houdt zelf ook van carnaval? Ja, tuurlijk. Tuurlijk vieren we altijd mee. Dat is belangrijk. En hoe komt u aan de passie van carnaval? Waarom vindt u het zo leuk? Ja, omdat het is altijd fleurig, hè? Zo'n winkel als dit. Je hebt altijd vrolijke mensen die komen. En er is zoveel te doen met carnaval. En de mensen zijn allemaal plezierig en ze zijn allemaal aan het feest vieren. Dus, en daar dragen wij een steentje bij. Waarom ga je naar de optocht dan? Nou, omdat het leuk is om te zien hoeveel werk erin is gestoken in de wagens. Als wat gaan jullie verkleed dit jaar? Als baby. Ja, we gaan als baby. Ik ga een soort als een sportman. Met allemaal dingen, pruik op en een beetje. En waarom, waarom dat kostuum? Nou, ik vond het wel leuk uitzien. En voor de vosjacht moest ik met een vriend hetzelfde. Dus dan hebben we dat met z'n tweeën gedaan. En wie met de bus of trein naar het carnaval wil, kan dat met korting doen. Zaterdag en zondag is een carnavalskaartje te koop voor de trein tussen Hengelo en Oldenzaal en alle bussen van Twents. Het kaartje kost €5. Dan kijken we nog even naar het weer. Vandaag was er nog een aardige dag met zo'n 12 graden. Maar helaas, het fraaie voorjaarsweer is voorbij. De komende dagen is er meer bewolking, de wind trekt aan en er komt regen. Morgen wordt het zo'n 9 graden, in het weekend wordt het een graad of 11. Tot zover het 1 Twente nieuws. Zometeen kunt u kijken naar het veld op. Ik wens u een fijne avond.